Mijn vader zei meer van, ja, maar je kan beter proberen een carrière te maken in het lange afstandsrace of GT-race. Maar toen ik voor het eerst met die Viper van Heesemans de pits uitreed, toen dacht ik wel van, dit is wel heel gaaf. Gewoon 600 pk en ik kwam uit de Formule 3 met 200 pk. Dus ja, dat was wel heel wat anders. Dag dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer tijd voor Slipstream en ditmaal een Slipstream extra met een man die ja eigenlijk heel moeilijk te pakken te krijgen is, want hij zit of op een vliegveld, of in een vliegtuig, of in een raceauto. Jeroen Blekemolen, welkom Jeroen. Ja, dankjewel. Hoeveel races dit jaar? Ik denk zo'n 28. Dus, oh, dat valt mee. Het is voor mijn doen eigenlijk relatief rustig, maar van die 28 maar 2 of 3 in Europa. Ik wou net zeggen, er zijn er niet zoveel in Europa. Ja, 3. Nürburgring, Spa en Le Mans 24 uur. En de rest was allemaal erbuiten. Dus dat maakt het wel een lekker druk schema. Ja. Ik wou toch heel even teruggaan naar toen Jeroen nog letterlijk een klein Jeroentje was. We zitten net even te kijken. Het begon eigenlijk voor jou, ik zeg altijd, het kwartje viel bij Jeroen. Ineens toen hij naar het WK karten voor junioren ging. En ineens was je daar. Ja, als kind had ik er helemaal niks mee. Nee. Mijn broer Sebastiaan die was altijd volop competitief, vanaf zijn 5e ook echt snel. En ik, dat duurde wat langer. Vanaf mijn 12e toen... Ja, zijn vader zei altijd dat hij blij was dat hij in ieder geval de goede kant op reed op de kartbaan. Ja, maar ik kan me ook een regenrace herinneren. Ik denk dat ik wel 40 keer gespind ben, dat is niet overdreven. Het was echt heel slecht, maar toen ging mijn broer nog 1 jaar karten om zich klaar te maken voor de autosport. Ja. En toen moest ik ook maar een kartje hebben, dan kan hij ook een beetje zijn rondjes draaien, dat zei mijn vader zo. Maar toen in één keer ging het eigenlijk best wel goed. Toen reed ik meteen mee met de Kop van Nederland en het was toen best wel een mooie strijd met jongens als Nelson van der Pol en allemaal jongens die later ook gewoon het goed deden. Ja. Dus toen was het van, dit gaat toch ook wel aardig goed. En we reden eigenlijk nooit veel internationaal. Dus altijd gewoon even een Nederlands kampioenschap. Mijn vader was zelf ook dan druk en zo, dus die kon ook niet vaak. Maar WK, eindelijk ging ik een keer internationaal. Het was wel dicht bij huis, België. Maar heel gaaf. Ik reed nooit dat soort races, dus je kwam een beetje ervaring tekort. Ik denk ook niet dat ik het beste pakket had qua motor, chassis. Ja. Banden was goed. Maar uiteindelijk 4e geworden. En in een heel sterk veld met Alonso die de race won, maar ook jongens waar ik nu nog tegen race, Patrick Long, Ryan Briscoe. Dus heel gaaf veld. Ja, een moment dat je in de auto overstapt, dat ging nou wel vanaf het eerste moment goed. Ik weet dat ik ongeveer jouw eerste Formule 4 test op Zandvoort, kan ik me nog heel goed herinneren, want dat ging gewoon vanaf het eerste moment goed, op een of andere manier. Ja, ik had eigenlijk met de autorijden meteen wel een klik. Dat voelde meteen wel goed. De eerste keer dat ik echt in een auto hard ging was toen ik 14 was. Toen gingen we voor het eerst naar Assen met wat journalisten. En toen mocht ik in een Clio rijden van mijn vader. En mijn vader race toen met jou in die Clio's. En toen aan het einde van de dag probeerde hij nog even een rondje achter me aan te rijden. Maar toen reed ik hem los. Ik reed gewoon letterlijk bij hem vandaan. Terwijl jullie reden in de Clio Cup toch altijd wel vooraan, ook Europees. En ik reed gewoon daar vandaan. Dus misschien was het omdat ik lichter was. Maar in ieder geval, dat was de eerste keer dat ik echt ook hard ging in een auto. En toen af en toe wel eens gereden. En toen vanaf mijn 16e, toen werd het serieus. Formule Ford. Maar dat liep eigenlijk meteen lekker. Ja, Formule Ford, Formule 3, GT's. Ik neem even grote stappen, want anders zitten we hier vanavond om 12 uur nog. GT's ging goed. Vieze wereldkampioen geworden, jongste winnaar van het GT-kampioenschap van een wedstrijd ooit. Samen met Mike Heesemans veel gereden. En daarna kwam eigenlijk, wat mij betreft, de doorbraak. Toen op een of andere manier jij in een Opel DTM-motor terecht kwam. Ja, dat waren, ik denk er nu af en toe nog wel eens over na, want dat is heel carrière-bepalend voor mij geweest. Ik heb er heel veel geleerd. Voordat je dat, want het stomme is, over carrière bepalende momenten gesproken. Er was 1 dag op Albacete, volgens mij, in Spanje. Daar mocht jij met die auto testen. Daar was toen de huidige technisch directeur van Toro Rosso, Jody Eggington. Dat was de engineer van die auto. En op een of andere manier heb jij die man in 10 rondjes overtuigd dat jij in die auto moest zitten. Ja. Ik wil, en dat was niet op jouw mooie blauwe ogen of mijn mooie, dat was gewoon omdat dat meteen goed ging. Ja.
Ja, het was een hele gave test. Want uiteindelijk ging Opel toen 16 man of zo testen voor 2 stoeltjes. Ja. En 1 daarvan was wel bedoeld voor een wat jongere rijder. En daar kwam ik dan voor in beeld. Maar eigenlijk qua namen... Timo Glock, ook Sebastian Bourdais. Ja, qua namen was ik eigenlijk... Iedereen had zoiets van, wie is dat jongetje? Wie is dat eigenlijk? Ja. En dat is eigenlijk ook waardoor het denk ik zo'n verrassingseffect was. Want ja, ik ging de baan op en... Ze waren daar al aan het testen, denk ik, 1 of 2 dagen. En ja, er waren allemaal grote namen. Norberto Fontana was er nog. En Pieter Dumbrek, die van Mercedes kwam. Dus het waren gewoon allemaal ervaren jongens. En uiteindelijk het ging het meteen heel goed. En ook de longrun reed tegen Timo Glock, die toen Opel junior rijder was. Dus eigenlijk daarom meedeed aan die test. Maar ik eindigde de test gewoon, denk ik, als snelste. Of in ieder geval... met de stint en alle dingen bij elkaar, als je punten zou moeten geven, dan was het gewoon heel goed. Dus dat zorgde ervoor dat er eigenlijk een contract klaar lag. Ja, en dan kom je in een hele grote organisatie terecht. Dat is ook apart. Ja, ik heb daar eigenlijk het meeste geleerd, denk ik. Ik ben daar heel snel volwassen geworden. Want ik denk dat ik op jonge leeftijd, dan is het gewoon moeilijk. De ene heeft extreem veel talent en Max Verstappen, maar die heeft ook al heel veel geleerd al eerder. Je moet toch ergens dat leermoment pakken en ook die ervaring opdoen. En ik heb daar echt het meest geleerd. Want dan zit je gewoon in zo'n grote organisatie. Je rijdt tegen alleen maar echte goede coureurs. We waren met 6 auto's. Die andere 5 waren gewoon allemaal jongens die grote namen waren. Ja, en daar leer je gewoon van. En daar kijk je op dat moment nog wel tegenop. Maar je gaat je steeds comfortabeler voelen. En als ik terugkijk, dat is het moment waarop ik echt een volledige coureur ben geworden. Ja, dat is ook het moment, denk ik, dat je uiteindelijk... ook blij was dat je de route richting Formule 1, want eigenlijk heb je ook Formule 3 gereden, pole position met je eerste wedstrijd, dat zag er allemaal goed uit, maar dat je toen gezegd hebt, dat gaat hem niet worden. Dat moet, Formule 1 moet op een manier zoals Max het gedaan heeft. Ja. Hè? Formule 3, misschien Formule 2, maar dan pole Formule 1. En anders moet je op een andere manier geld gaan verdienen in de autosport. En ik denk dat DTM voor jou misschien wel het bewijs was dat dat de goede beslissing is geweest. Ja, zeker. Het was voor mij in het begin, het eerste jaar, wel eventjes moeilijk... Want mijn vader zei meer van, ja, maar je kan beter proberen een carrière te maken in het lange afstandsrace of GT-race. Maar toen ik voor het eerst met die Viper van Heesemans de pits uitreed, toen dacht ik wel van, dit is wel heel gaaf. Gewoon 600 pk. En ik kwam uit de Formule 3 met 200 pk. Dus ja, dat was wel heel wat anders. Ja. En toen was ik eigenlijk ook wel heel snel verkocht. Want ik vond het race ook wel echt heel leuk. Ja, voordat we daar richting je huidige projecten gaan. 2 dingen die ik toch even uit wil pikken. E1 Grand Prix. Een jaar lang met Jos gewerkt als reserverijder. Eigenlijk heel weinig gereden. En woensdagavond voor E1 Zandvoort. Als ik me goed kan herinneren, zit jij met je nichtje op schoot. Terwijl je een telefoontje krijgt van iemand die zegt... Jan gaat jou zo bellen, want je moet rijden het weekend. Maar je mag het niemand vertellen. Ja, het was een hele leuke tijd. Iedereen die daar meedeed, die heeft het er nu nog over. Inclusief Formule 1 rijders, engineers en zo. Eerste jaar heel veel lol gehad onderweg met Jos en Jan. Echt een leuk duo. Natuurlijk is er een hoop gebeurd, maar die twee bij elkaar is ook een hoop lol. Heel weinig gereden, maar de paar keren dat ik mocht rijden ging heel goed. Ook meteen echt op snelheid. En wat leuk was dat Jos dan ook meteen echt respect voor me had. Die kende me eigenlijk niet, maar die zag wel van hey, die jongen geeft wel gewoon gas. En op dat moment hadden we ook gewoon meteen een hele leuke band. En ja, toen het tweede seizoen zou ik er eigenlijk niet meer zoveel mee te maken hebben. Want ik zou niet nog een jaar rookie zijn. En toen in één keer inderdaad de woensdag voor de wedstrijd, toen werd er gebeld. En dat was echt bizar. Ik zat echt van, dit kan niet. Ik hing op. Toen uiteindelijk Jan gebeld had van, dat is onzin. Dat drong gewoon helemaal niet tot me door. Ik zei het ook tegen mijn broer, want ik zat inderdaad, die had net zijn eerste dochtertje gekregen. Dus ik zat daar eigenlijk even op bezoek. En we hadden het al bij over, dat kan toch helemaal niet. Nee. Maar het ging echt gebeuren. Wel een mooi weekend. Ja, prachtig. Het was op dat moment al, ik ging toen die avond al meteen nadenken van, het is best wel zwaar. Want die races zijn lang, een uur of 70 minuten. Geen stuurbekrachtiging, bocht als het schijfvlak met hoge G-krachten. Dus ik dacht wel van, ik moet nu wel, ik hoop dat het allemaal wel goed gaat. Ondanks dat je wel fit bent, maar... Ja, je gaat toch een beetje twijfelen aan jezelf. Maar het weekend ging meteen goed. In de rookie-test stonden we meteen bovenaan. En uiteindelijk natuurlijk een race gehad. Ongelooflijk wat er toen loskwam. Ik denk nog steeds dat
Nog niet is voorgekomen in Nederland. Totdat Max komt, dan gaat het natuurlijk wel veranderen. Want dan gaat het nog veel gekker worden. Maar de sfeer die er was, de duinen helemaal oranje. Iedereen die uit zijn dak ging, was echt bizar. Ja, Jos, je jaar met hem gewerkt. Jij zegt respect is met Jos. Dat respect is er nog steeds. Zeker nadat jullie samen met Peter van Merkstein Le Mans wonnen. Ja, ook een heel leuk jaar gehad. Peter van Merkstein is een hele bijzondere vent. Maar ook gewoon echt een leuke man. Jos kende ik inmiddels al goed en ook gewoon, omdat het respect er was, ging het ook gewoon heel goed. En hebben ook echt leuke tijden gehad. Ik heb uiteindelijk maar 2 races gereden, Le Mans, die hebben we gewonnen en toen nog de 1000 kilometer op de Nürburgring. Toen kon Peter niet, dus toen reed ik alleen met Jos. Maar, super weekenden meegemaakt en ook de testdagen. Het was gewoon altijd een feest om dat te gaan doen en je had de beste auto. Je wist gewoon, als we uit de problemen blijven, dan kunnen we Le Mans winnen. En dat gebeurde ook. Dus heel veel lol gehad. Le Mans winnen. Ja, je bent er vaak geweest. En het is, ik weet nog dat je de eerste keer ging en dat je zei, hier wil ik een keer van start gaan. Ja, het is wat meer dan 1 keer geworden, Jeroen. Ja. En het einde is nog niet in zicht en volgend jaar ga je weer. Ja, ik moet zeggen, Le Mans, ik had er nog niet al te veel mee voordat ik er geweest was. Toen was ik een keer met jou mee om daar te gaan kijken. Ik weet nog wel, we kwamen Tom Christensen tegen, die met de Bentley reed toen. En begon ik al een beetje wat meer van, dat is die Tom Christensen, die bekende man hier. En toen ging ik daar kijken en ik vond het toch wel heel bijzonder. En toen kwam uiteindelijk de kans om met Spijker te gaan rijden de eerste keer. En toen ik dat eenmaal gedaan had, was het voor mij van deze race wil ik zo vaak mogelijk doen en zo goed mogelijk doen. Maar het is geen makkelijke race. Het is moeilijk om jezelf in een positie te zetten waarin je kan winnen. Dat is dus 1 keer gelukt nu. We hadden vorig jaar bijna kunnen winnen. Of dit jaar. Maar dat was hem ook net niet. Dus alles maar weer op volgend jaar. Ja, ga je weer met Ben Keating. Jullie zijn, want dan komen we wat je nu doet, een illustre duo. Want je reist heel veel in Amerika. Hij heeft jou niet naar Amerika gehaald, maar hij is wel blij dat je er was, denk ik. Ja, ik raced tegen hem al een paar jaar in Amerika. En ik won eigenlijk altijd, dus daar werd hij een beetje gek van. Dus toen is hij met me gaan praten van, wil je niet met mij komen racen? En dat was tegelijkertijd dat Viper ook als fabrieksteam aanwezig was daar. Dus het team, die wilde me ook voor Le Mans hebben. Dus toen kwam het eigenlijk allemaal op zijn plek. Dus ik kon een soort van fabrieksrijder van Viper worden. En met hem gaan racen en... Dat ging gewoon vanaf het begin heel goed met hem ook. Een hele leuke band. We hebben gewoon die weekenden, dat gaat zo natuurlijk. Je loopt totaal niet op je tenen of je kan helemaal jezelf zijn. En bovendien is hij ook echt goed. Het is zelfs al een paar keer gebeurd dat ik echt op de data kijk en dat ik denk, daar moet ik even iets anders doen, want daar is hij gewoon sneller. En dat is heel knap voor een amateur. Hij is pas op zijn 40ste of 35ste begonnen met racen. En hij zit heel dicht bij de professionals. Dus dat is heel leuk racen. Ja, heel leuk racen is sowieso in Amerika volgens mij. Het is gewoon... Ik heb het er met Renger van der Zanden ook wel eens over. Het is daar zo eigenlijk... Het is op de baan net zo als dat het hier in Europa is. Maar het is toch veel relaxer op een of andere manier. Ja, nou, voor mij het grootste verschil zijn de circuits. Omdat het gewoon echt uitdagend is nog. Natuurlijk van die oldschool circuits. Als je een foutje maakt, dan is het klaar. Dan is je auto afgeschreven. Zoals het hoort. Ja, zoals het hoort. Je hebt daar echt nooit problemen met track limits, behalve als we naar Kota gaan. Waar natuurlijk wat gebouwd is voor de Formule 1. Dus dan zie je al die nieuwe circuits, dat neemt heel veel spanning of gevoel weg, emotie weg met rijden. Dus dat is voor mij het belangrijkste waarom het daar zo leuk is. Maar ook de mentaliteit en de sfeer. Het gaat er natuurlijk om spektakel. Je hebt veel yellows, dus het veld blijft dicht bij elkaar vaak. En ik heb me daar vanaf dag 1... eigenlijk het beste thuis gevoeld qua racen. Dat is altijd, altijd zo gebleven. Ja, ik heb er nu 10 jaar geraced, maar ik hoop daar zeker nog weer hetzelfde aan vast te plakken. Ja, en dan de man met wie jij heel veel, eigenlijk je eerste successen haalde in Amerika, Tim Pappas. Die heeft je ook weer ingehuurd om de Intercontinental GT Challenge te rijden met een Porsche. Volgend jaar, en dat begint in Australië, je gaat ook de hele wereld over. Ja, het is een heel leuk kampioenschap. Het is ook leuk dat ik met hem weer aan de bak kan. We zijn 10 jaar geleden begonnen. En hij haalde me eigenlijk echt uit het niets naar Amerika, want ze zijn in Amerika wel zo. Ze moeten hier wel een keer gezien hebben. En pas als ze zien van, die geeft gas, die is goed, die crasht niet, dan halen ze je ook. Maar heb je van alles gewonnen, ze moeten je eerst zien gewoon. En hij kwam gewoon met een e-mail van, je bent Porsche Supercup kampioen en je hebt Le Mans gewonnen. Kom bij ons rijden volgend jaar.
En ja, dat was voor mij een nieuwe uitdaging. Was ook precies op het moment dat ik ook aan iets nieuws toe was. En ja, erin gesprongen. En het is leuk dat het nu nog steeds, dat je dat contact hebt. En dat je gewoon ja, na al die jaren de hele wereld over gaat. Ja, ik moet ineens denken aan de eerste race die jij moest rijden. Daar was volgens mij op Long Beach. Dat je naar de grid reed, dat ze volgens mij de helmen van de pitcrew nog in de auto laten liggen. En dat was niet echt georganiseerd. Ja, dat was één chaos. We hadden inderdaad, ja, mijn teamgenoot, die Tim, die was gestart. En die hoorde allemaal geluid in die auto. Dus wij, we weten het ook niet. Dus hij komt maar binnen en de jongens gaan zich klaarmaken voor de pitstop. En eentje mist zijn helm. Dus die had gewoon zijn helm in die auto laten liggen. Maar ze had ook de verkeerde banden eronder gezet. Niet de qualifying tires waar je mee moest starten. En toen wilden ze de banden wisselen, stonden alle luchtslangen nog dicht. Dus die eerste race, ja, ik liep daar weg, een beetje lachend, maar het was wel zo van, ja, waar ben ik hier aan begonnen? Maar dat was ook leuk, want ik heb daar ook veel geleerd hoe je een team opbouwt. En dat heb ik 2-3 keer daar gedaan in Amerika, dat je echt een team gewoon ook opbouwt, mensen zelf er naartoe trekt. En de slechte mensen dan eruit. Het is soms ook hard, maar dat vond ik ook gewoon leuk om te doen. En ook daardoor heb ik heel veel respect eigenlijk gekregen van die Tim. Want die heeft ook gezien, ook met strategie en zo, heb ik heel veel bepaald en hebben ook heel veel gewonnen. Ja, maar jij bent een van de weinigen die vanuit de auto ook nog meedenkt over strategie in dat soort wedstrijden. Wat niet altijd, het is ook niet overal hetzelfde. Wanneer je wel pits op mag maken, moet maken. Het is niet altijd even hetzelfde. Hè? Blancpain-serie is anders dan Amerika. Is weer anders dan Le Mans. Ja, het is elke race tegenwoordig anders. Wat jammer is tegenwoordig is dat er heel veel wordt bepaald. Vooral nu in Europa, ook in Le Mans. Dat je wordt bepaald met bepaalde pittijden en tanktijden. En daardoor neemt het een beetje de strategie weg. Je mag maar zo lang rijden, dan moet je naar binnen. En daardoor doet iedereen eigenlijk hetzelfde. En kun je niet echt verschil maken met benzine sparen of een keer dubbel stint op de banden doen. Iedereen doet gewoon hetzelfde, want dat is gewoon het snelste. Ja. En dat is in Amerika eigenlijk ook nog wel leuk, want dat is wel gewoon het oude systeem met yellows. Die zijn onvoorspelbaar. Dus moet je altijd slim zijn, altijd handig erop inspelen. Soms een gokje nemen. Uiteindelijk kan iedereen winnen, ook de langzaamste auto als die slim zijn en een keer geluk hebben. Dus dat maakt het ook wel leuker. En dat, ik doe heel vaak gewoon tijdens het rijden doe ik gewoon de strategie. Of in ieder geval beslis ik mee met de strategie. Om af te sluiten, hoogtepunt van jouw carrière tot nu toe? Ja, het is moeilijk om altijd één ding te zeggen. Maar ik denk qua prestige is Le Mans winnen het hoogst haalbare voor denk ik iemand in mijn wereldje in de endurance racerij. Maar ik vind zelf altijd ook wel 2 keer Supercup en dan met name Monaco winnen heel hoog staan. Omdat het gewoon 30 dezelfde auto's zijn. Dat doe je in je eentje. Zit je achter elkaar? Ik heb 2 keer achter elkaar gewonnen, En dat was... we hebben altijd veel met Monaco gehad. Mijn vader heeft natuurlijk 30 keer gereced. Je woont er inmiddels een jaar of 12. Ik woon er al heel lang. Dus je hebt echt ik ben er in mijn hele leven bijna elke Grand Prix bij geweest. Dus het is voor mij is dat heel bijzonder. En daar winnen met 30 dezelfde Porsches tegen elkaar. Dus je moest echt het verschil maken als rijder en team. Ja, dat is voor mij misschien wel sportief gezien het mooiste. Ja, dieptepunt van het mag zo breed gaan als je wil. Oeh, ja, dat is moeilijk. Op zich heb ik er niet zo heel veel gehad, maar ik denk... Je mag ook Sean noemen, hoor. Dat is Sean Edwards die overleed. Wat natuurlijk, goed. Ik zat eigenlijk eerst nog aan sportieve dingen te denken. Maar als je gewoon echt aan dieptepunten... Die komen zo. Ja, nee, 100%. Dat staat ver bovenaan. Dat was een hele aparte tijd, omdat we heel veel samen gingen doen. Ja. Ik ging hem een beetje helpen. En dat hoefde eigenlijk niet meer, want hij werd in één keer zo goed. En iedereen wilde hem ook hebben. Maar daar hebben we heel veel samen gereden. En ze willen jullie samen ook overal hebben. Ja. Dat was het mooie van de samenwerking. Ja, we werden echt zo'n duo en dat liep zo goed. Natuurlijk wilden we sneller zijn dan elkaar, maar we hadden heel veel respect en dat ging gewoon heel goed. We hadden nooit strijd in de pitbox. En daarbij, we gingen privé ook gewoon veel met elkaar om, omdat we allebei in Monaco zaten. En dat was heel raar, want in één keer was hij weg. En dan realiseer je ook wel, er kan dus altijd wel wat gebeuren met deze sport. Ja. Hoewel het gebeurde met coachen. Ik zeg altijd, ernaast zitten, dat doe ik eigenlijk niet. Want als het dan toch moet gebeuren, doe ik het liever zelf. Ja, nee, ik had al voor die tijd, zei ik dat ook. Ik ga er niet naast zitten bij mensen. En dat heb ik ook niet meer gedaan sindsdien. Sportief dieptepunt dan? Wat ik toen de tijd heel moeilijk vond, was dat DTM stopte met Opel. Die hielden ermee op, want die moesten, ik geloof, 12.000 mensen van de straatautofabriek ontslaan. Dus...
Toen hield dat een beetje op. En dan val je eventjes in zo'n dalletje, wat achteraf denk ik beter is geweest. Want anders had ik misschien een aantal jaar in de DTM gehangen. En dan is het weer moeilijk om daarop verder te gaan, vanuit daar. Maar daardoor ben ik juist nu in allerlei andere teams en klasses terechtgekomen. Dus ik denk dat dat misschien het moeilijkste was. Maar... Het is een dieptepunt met een positieve draai. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Verder heb ik niet zo heel veel dieptepunten gehad. Wel eens dat dingen niet doorgingen. Of, En we kunnen niet eindigen zonder het toch even over het fenomeen van de huidige tijd te hebben. Over Max. Jij kent Max al van... ongeveer de leeftijd dat jouw eigen Max nu is. en nog jonger. Maar dat is, ja, zeg het maar. Ja, ik heb hem, hij was toen in de A1-tijd wel eens mee. Toen was hij 5, 6, denk ik. En toen zat hij op de PlayStation altijd zijn vader eraf te rijden met het Formule 1-spelletje. Maar ja, dat is uniek. Hij is zoveel verder dan eigenlijk... Zoveel anderen, ja, dan iedereen. Ja. Dit is gewoon een nieuwe generatie. Hij is er zo goed op voorbereid. Hoe hij zijn snelheid, hoe hij kan racen, hoe die nadenkt. Het is heel mooi, heel uniek om te zien. En ik denk voor Nederland zo gaaf dat je nu echt, ja, als je kijkt, iedereen volgt het nu ook. Iedereen zit op het puntje van zijn stoel, want er is ook altijd actie om hem heen. En die gaat nog heel veel winnen, heel veel wereldkampioenschappen, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Kijk, dat is een mooi einde. Nou, op naar het vliegveld. Naar de volgende wedstrijd. En volgend jaar weer een race of 30, denk ik. Dan, Ja, dat zit er wel weer in. Ik denk inderdaad zo tegen de 30 aan weer. Dus lekker bezig. Helemaal goed. Tot zover deze Slipstream. Bedankt voor het kijken. En volg ons op Twitter, Facebook, Instagram. Abonneer je op ons YouTube-kanaal. En dan zijn wij er binnenkort weer. Tot dan.